Hoi, wij zijn Jeroen en ik ben Lex. En wij doen mee met de zomereditie 2017 van de Garbage Run. We gaan een aardig ritje maken van 2500 tot 3000 kilometer. Van 3 tot en met 8 juli. We gaan starten in Meppen in Duitsland, net over de grens. En dan rijden we door Duitsland, Polen, Litouwen, Estland, Letland en dan weer terug in Litouwen. Aardig ritje, maar we hebben er wel vreselijk veel zin in. We hebben onze Volvo aardig opgepimpt. Volvo 49 station. Er zitten zo'n 140, 150 badeenden op. En 3 potten citroengele verf. En stickertjes en brum staat op dak. Ons vervangend vervoer, dat is ook wel leuk. Om nog eens in ieder geval te zorgen dat je vervangend vervoer hebt. En daar zitten alle toeters en zo en bellen zitten daar ingebouwd. Dit is de route die we gaan rijden. We beginnen hier in Duitsland in Meppen. Dan rijden we de eerste dag rijden we over de snelweg heen naar het oosten van Duitsland. Dat is alleen maar snelweg we pakken, want we willen gewoon zo weer snel mogelijk er van huis weg zijn. Vanaf dat punt gaan we alleen maar binnendoorweggetjes pakken we met alle opdrachten die daarbij horen. En dan gaan we naar Polen. Daar is dan nog een punt. Een camping, daar overnachten we. Dag 2 rijden we naar Litouwen toe. En zo gaan we door naar Estland. En dan terug naar Litouwen en daar is dan de finish. En dat is het eindpunt. En vanaf dat punt moeten we nog eens een keertje naar huis zien te komen met de Volvo. Hopelijk houdt hij het vol de komende week. Wat kom je hier doen? Wie ga je uitzwaaien vandaag? Papa. En wie is jouw papa? Dat. Dat ben ik, hè? Ja. Uiteraard zijn we ook te volgen op Facebook. Onze naam is Psycho Cheesehead. En we zullen elke dag wel wat fotootjes posten of wat kleine verhaaltjes posten over onze avonturen die we beleven. We zullen denk ik het nodige beleven, denk ik, zomaar zo onderweg. Het zijn, wat ik had begrepen, ritten van tussen de 8 à 10 uur zo'n beetje per dag. Dus, en dan tussendoor nog allerlei opdrachten die we moeten uitvoeren. We weten nog niet wat voor opdrachten we krijgen, want dat krijgen we per dag krijgen we dat aangereikt. En dan moeten we kijken of we daar punten mee kunnen halen. Goed, wij hadden al een beetje de besloten van we rijden echt puur mee voor de lol. En als we winnen, nou ja goed, mocht zo zijn, prima, zo niet. Ook goed. Ook goed. Het gaat sowieso gewoon een hele leuke week worden. We gaan het zien. Het wordt een behoorlijke uitdaging. Maar wij zijn er klaar voor. De Volvo is er klaar voor. Gaat lukken. Dus ja, we gaan het zien.